Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat het een soort hobbithuisje. Echt organische vormen met mooie kalkhennep muren en plafond. In Ewijk ligt een oude boomgaard die omgebouwd gaat worden tot de groene wijk Ecowiek. Tussen de bomen in komen de tiny houses van CPO Calimero te staan. De mensen die hier komen wonen laten zelf hun huisjes ontwerpen en bouwen. Martine en Pim zijn twee van de bewoners die hier komend voorjaar aan de slag gaan. Ik ben Martine. Ik ben moeder van Evie. Zij is 10 jaar. Op dit moment wonen wij in een sociale huurflat hier in Nijmegen. En wij willen heel graag in een tiny house wonen, omdat we het gewoon heel erg fijn hebben in een kleine ruimte, in een klein huis. En dat is denk ik het hele bijzondere ook aan dit project, is dat wij nu met alle buren al deze ervaring delen en dit echt gezamenlijk opzetten. Hiermee dus nu al een band creëren, dat we daar gewoon al weten met wie we daar wonen met z'n allen. En dat is denk ik voor mijn dochter ook heel belangrijk. Ik ben Pim Fransen, ik ben 45 jaar en ik woon in de woonvereniging. Toe blijft nog wat. Wat betekent dat wij met z'n 15 in 3 huizen wonen. Dus met z'n 5 per huis, met een grote tuin erachter, gezamenlijke keuken, gezamenlijke badkamer. Maar iedereen heeft zijn eigen ruimte. Ik denk dat het, als je het vergelijkt met hier, ik krijg feitelijk 2 keer zoveel ruimte. Ik heb nu weliswaar een kleine kamer, maar straks heb ik diezelfde ruimte plus nog een keer die ruimte, maar dan met alles voor mezelf. Onze tiny house, onze toekomstige tiny house die ik nu aan het ontwerpen ben. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat het een soort hobbithuisje. Echt organische vormen met mooie kalkhennep muren en plafond. Een groot intensief groen dak erbovenop. We willen zo natuurinclusief, dus we willen echt buiten naar binnen en buiten gaan leven. Dus eigenlijk moet je het zien als iets heel organisch, heel natuurlijk, aards huisje. Dus wat ik het liefste wil is een werkkamer op de eerste verdieping waar ik iets meer weg kan kijken. En liefst ook met openslaande deuren naar een mooi dakterras. En zonnepanelen natuurlijk op het dak. De duurzaam bouwen vind ik, dat is natuurlijk ook de visie van Calimero. Dat vind ik ook wel belangrijk. Want ja, je kunt met goed fatsoen eigenlijk nu geen nieuw huis meer bouwen dat niet duurzaam is. Dat spreekt me allemaal erg aan. Met natuurlijke materialen, veel hout. Ik zal wat moeten ontspullen, maar daar zie ik niet tegenop. Ik heb daar absoluut geen moeite mee. Plus, ik heb dadelijk buren waar ik spullen mee kan delen. De spullen die we zouden kunnen delen zijn bijvoorbeeld gereedschap of hulpmiddelen in huis of huishoudelijke apparaten in de keuken of stofzuiger. Wasmachines willen we waarschijnlijk in de gezamenlijke ruimte in het clubhuis zetten voor de mensen die dat graag willen. En op die manier heb je toch ook alweer ruimte over in je eigen huisje. In die kleine nadeeltje dat ik zie, ik woon niet meer in de stad. Het is echt buitenstad, het is in Ewijk, dus het is wel een half uur fietsen als ik hier in het centrum iets wil. Dus, maar goed, dat weegt niet op tegen de voordelen die ik heb. We hebben op dit moment 24 kavels waar 25 huisjes op staan. We zitten bijna vol, maar we hebben nog een stuk of 3-4 kavels over waar we nog mensen voor zoeken.